Hallo, dit is Gabi, live vanuit Kapoen. In deze vlog laat ik jullie zoals beloofd zien hoe het nu staat met de liften. De Connection Lift, aan welke al aan gebouwd wordt. En de nieuwe liften die voor de komende jaren op de planning staan. Zoals jullie kunnen zien is het dalstation van het eerste deel van de Connection bijna klaar. Het platform waar je de lift in gaat is klaar. En de buitenkant van het gebouw wordt de laatste hand aangelegd. Dit wordt dus de link van de bodem van de maïskorrel naar de top van de maïskorrel. En dan volgend jaar de directe connectie met een grote gondola naar de Kitchtaanhoorn, welke bij de bodem van Langwied zijn dalstation zou hebben. Echter zijn er dus ook plannen nog voor de verdere toekomst. En daarvoor richten we onze blik in de richting van de Schmitten. Hier voor ons zien we dan het dorp Piesendorf en daar links het dorp van Walgen. En deze grote bult hiervoor bij Piesendorf, dat is dan dus de Hoofdzonberg. Dit is waar de aansluiting gaat komen met de Schmitten. Het Hoofdzonproject zal dus bestaan uit een viertal nieuwe liften en vier nieuwe pistes en een multipurpose piste, zoals dat zo mooi zeggen. En het dalstation zal hier links van het dorp Piesendorf terechtkomen. En de liften zullen op verschillende plaatsen eerst de Hoogzonberg hoog gaan. En dan verder daarachter omhoog richting het gebied rond de Pinskouwerhutte, wat tot de Schmitten behoort. Daarnaast heeft het ook nog wel voordelen, want hiermee wordt ook de Nagelkopfpietse, die bij Walgen hoort, een stukje beter bereikbaar. Want natuurlijk, als het dalstation daar is, wordt het natuurlijk interessanter om ook een keer op deze piste te gaan skiën. Ondanks dat de piste niet zoveel wordt bezocht, is het een ontzettend leuke piste. Rood, met best wel een paar pittige, steilere stukjes. En dit is onder andere ook een race-slalompiste die door de vis wordt gebruikt. Een kleine onderbreking van deze vlog. Als je deze vlog nou leuk vindt en je hebt sommige andere ook al bekeken die ik online heb gezet, druk dan op de like-button en volg mijn YouTube-channel, zodat je altijd up-to-date blijft van de nieuwe vlogs die ik voor jullie post. Alvast bedankt! Met het nieuwe Hoogzonproject is er ook een ander project dat wellicht uit de vrieskast gaat worden gehaald. En dat is de koppeling tussen de Schmitten en de Kitchtaanhoorn. Dit zou inhouden dat eigenlijk dit Hoogzonbergproject, wat nu dus aan de gang gaat, uiteindelijk misschien gekoppeld gaat worden aan de maïskorrel en daarmee de Kitchtaanhoorn. Dit zal niet gebeuren door een grote gondel die over het dal gespannen is, maar waarschijnlijk met een ondergrondse treinstrek die zowel de Twee Bergen als het Piesendorf treinstation aan elkaar verbindt. Hier staan we dus aan de bodem van de Hoogzonberg, waar het dalstation van de Hoogzonberg lift zal komen. Het is nog de vraag of dat in dit weiland of het volgende weiland zal zijn. Maar feit is in ieder geval dat één lift hier naar boven gaat. En daar bovenop die berg, heuvelberg, het tussenstation zal komen van de grote lift. Daarna zal die inlinken, meer rechts naar achter, tot aan de pistes van de Schmitten, ter hoogte van de Pinskouwerhutte, zodat ook die vanuit hier beter te bereiken is. Hopelijk hebben jullie zo een beter idee van wat er hier wellicht nog in de komende jaren verder gaat gebeuren aan bouwplannen. Met de Zonberg op de achtergrond wens ik jullie heel veel groetjes vanuit Oostenrijk en tot de volgende keer. Doei doei!